In dit park, gelegen op de grens van de Sallandse Heuvelrug, kan iedereen zijn eigen gang gaan. De een leest lekker zijn krantje weg met een kopje koffie in de zon. En de ander kiest ervoor om even fanatiek aan de slag te gaan op de tennisbaan. Deze meneer gooit liever even zijn hengel uit. En de kids, die vermaken zich uitstekend op en bij het water. Of je nou op vakantie gaat in het buitenland of je recreëert in eigen land, het is eigenlijk altijd zo dat we het water opzoeken. En dat is natuurlijk niet geheel zonder reden. Het water biedt verkoeling, je kunt er heerlijk in zwemmen, even lekker op varen. En dit is de Tolplas. We gaan kijken wat dit recreatiepark te bieden heeft. Deze mensen zitten heerlijk aan een kopje koffie en dat brengt ons meteen bij het eerste verblijf, het Twents buitenverblijf. Echt met dat gevoel van Twente, rieten dak, ik hou daar enorm van. Maar binnenin zitten een aantal faciliteiten waar ik in ieder geval heel blij van word. Eigenlijk is bij mij de regel, een huisje of een chalet of een buitenverblijf moet minimaal hetzelfde zijn als mijn eigen huis. Nou, in dit geval heb ik dit niet thuis, dus het is al meteen een plus. Een stoomdouche waar je heerlijk even in kunt ontspannen. Maar belangrijker nog, als je natuurlijk op vakantie bent, dan wil je ook echt, echt de ontspanning opzoeken. Goed voor je spieren, lekker om bij te komen. Gewoon even een momentje in je eigen sauna. Nou, Olivier komt uit Frieseveen en nu is het vakantie, Olivier. Ja. En dat is volgens mij niet vervelend. Nee. Wat doe je hier allemaal? Ik vaar vaak, zwemmen. Hey, en s'avonds, ga je er dan ook wel eens gewoon een barbecue en zo? Ja. Hoe lang heb je nog vakantie? 2 weken. 2 weken. Dat wordt 2 weken genieten. Ja. Zoals gezegd, als er maar water is, dan hebben de kids plezier voor 10. Met de begeleiding van het animatieteam wordt iedere dag een spetterend feest. Ja.